Xavier Stevens, de eerste overwinning in de BRCC is voor u dit jaar. Hoe was het? Voor mij was het heel goed. De wagen had wel een beetje een onderstuur karakter, maar alles verliep vlot. En mijn tijden vond ik zelf voor mij toch goed. Ja. Ik ben heel tevreden. Bertje, overwinning. Ja, is er goed? Ja, winnen is winnen natuurlijk. Ik denk dat het belangrijk is voor Leven, de patroon van het team. Hij doet een forse investering. We zijn hier met het team. Het was eigenlijk hals over kop, want donderdag hadden we pas de auto. Dus ik denk Xavier en zijn team en ook Leven met zijn team hebben me dan gevraagd om deze wedstrijden, een paar wedstrijden voor hun te doen. Dus ja, winnen is winnen. We hebben ook wel een beetje geluk gehad natuurlijk. Ik moet daar eerlijk in zijn. We konden de Ferrari eigenlijk nog niet volgen. Maar ik denk wel, er is nog wat setup werk. Als we dat voor elkaar hebben, dan gaan we natuurlijk aanvallen. Hè. Jullie wachten nu op meer concurrenten voor volgende koersen? Natuurlijk, het zou plezant zijn om meer concurrenten te hebben. De eerste wedstrijd is binnen, dat is een volle pot voor ons. Hopelijk de volgende wedstrijd zijn er meer piloten en meer wagens. Die punten kunnen ze ons niet meer afnemen, die zijn binnen. Maar laat ons zeggen dat het zou wel plezant zijn, moesten er meer wagens zijn. En volgens wat ik hoor, zou dat de volgende wedstrijd toch zo zijn. Bert, de volgende koers zal met Koen en Chris zijn? Nee, ik denk de volgende race is met Xavier, Chris en ikzelf dan. En ik hoop natuurlijk ook dat er wat meer deelnemers zijn. En ik denk dat het ook een boodschap is aan de autosport in België dat het negativisme dat er toch dikwijls door teams verspreid wordt, dat dat geen boodschap is. Gezien nu wel wat je er uiteindelijk mee bereikt. Dus je moet erbij zijn, daar begint het natuurlijk al en dan kan je winnen. Maar vooral geen negatieve boodschappen geven, dat is belangrijk voor de autosport. Hartelijk bedankt. Merci.